ben Raoul de Jong, ik ben een schrijver. Dit is een boek van Bertus Aafjes. Ik ga naar Amerika. Ik heb het ooit gekocht op een rommelmarkt. Ik weet niet waarom ik het gekocht heb. Waarschijnlijk vanwege de kaft. Ik hou heel erg van oude boekjes met mooie kaften. Misschien is dit een kaft die door Dick Bruna is ontworpen, weet ik niet zeker. Maar ik heb een hele collectie thuis van oude boekjes met kaften die zijn ontworpen door Dick Bruna. En deze past erbij. Dus ik kocht het vanwege de kaft. En ik wist eigenlijk niet wie Bertus Aafjes was. Op een middag had ik alle boeken die ik thuis had gelezen. Behalve deze, die ik kocht vanwege de kaft. Dus ik ben dit boek gaan lezen en ja, het is een fantastisch boek. Het is een van mijn favoriete boeken. Het is heel vrolijk en grappig en luchtig. En het gaat over een reis die hij heeft gemaakt naar Amerika met een schip. Ergens in de jaren 50. En hij schrijft het boek als een brief aan zijn dochter. Die net geboren is volgens mij en hij noemt haar Dolle Dinsdag. Nou ja, en hij schrijft over wat er op het schip gebeurt en over wat hij ziet in Amerika. Ja, en hij beschrijft alles met hele mooie metaforen. Alles is een soort een wonderlijk sprookje door zijn ogen. Vol wonderlijke creaties. Dus, om het zomaar even dichterlijk te zeggen. Waarom moet iedereen het lezen? Ja, omdat het een prachtig boek is waar je heel vrolijk van wordt. En ja, een boek dat is geschreven in een tijd dat de wereld nog mooi was. En dat mensen nog positief waren over de toekomst. Ja, en het is fijn om dat soort boeken te lezen. Het is fijn om een boek te lezen en het te sluiten. En ja, dat de zon schijnt en dat je vrolijk bent. En dat je zin hebt om naar buiten te gaan en mooie avonturen te gaan beleven. En dit boek doet dat.